Stichting SU-Aid wil op 27 december de tussenstand van de inzamelingsactie van dit jaar bekendmaken. Op een persconferentie liet de voorzitter van de stichting, Giovanni Zeggen, weten dat het streven is om 10 miljoen SRD in te zamelen voor nieuwe apparatuur bij de Nationale Bloedbank. Er zullen diverse activiteiten ontplooid worden in deze periode om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Sydney Groenberg, ondervoorzitter van Stichting SU-Aid, zegt dat vanaf 9 december de samenleving via radioprogramma's zal kunnen ervaren hoe alles aan toe gaat bij de bloedbank. Het is een hele operatie en in die 2 weken op de werkdagen, dus van maandag tot vrijdag, zullen we eigenlijk Suriname een beeld geven van hoe dat werkt bij de bloedbank. Hoe is het om een bloeddonor te zijn? Hoe is het om bloed te ontvangen? Wat is er allemaal nodig om gezond bloed te geven aan patiënten die dat nodig hebben? Mogen we ook patiënten laten horen, mensen die afhankelijk zijn van bloed. We hebben allemaal als mens bloed in ons lichaam. En er is niet alleen een tekort aan bloed, maar zoals meneer Weijgaard dat ook heeft gezegd, er zijn apparaten die vervangen moeten worden. Er zijn apparaten die het niet meer doen. En wij willen wel ervoor zorgen dat iedereen die in Suriname woont, mochten zij vandaag of morgen bloed nodig hebben, dat ze veilig en gezond bloed hebben. Groenberg belooft een informatieve uitzending die door een ieder in de gaten gehouden moet worden, wil de samenleving weten waarover het geld besteed zal worden.